kijker en luisteraar. Wij presenteren u het journaal van de Nationale Assemblée. Op donderdag 7 maart 2019 is het parlement in openbare vergadering bijeengekomen voor de behandeling van de ingekomen stukken. Parlementsvoorzitter Jennifer Simons heeft de vergadering om 12:15 geopend en de mededelingen gedaan. Daarna hebben assembleeleden bij het agendapunt ingekomen stukken om duidelijkheid gevraagd over de situatie bij de grens tussen Suriname en Frans-Guyana. Ook regulering van de goudsector is aangekaart. Ik open de openbare vergadering van vandaag 7 maart 2019. Uitgeschreven voor 12 uur. We hadden ongeveer 10 minuten geleden quorum. Ik ga nu de vergadering even schorsen. In afwachting van de regering. Ik schors de vergadering. Ik hervat de geschorste vergadering. Lid Breveld is uitlandig. Lid Hopkinson en lid Waidu, die zijn ziek. Lid Noor Mohammed, lid Yogi en lid Jagannath zijn verhinderd. Lid Kalu komt later en lid Wangsa Besari komt ook later. Goed. Dan zijn we bij agenda punt 3, ingekomen stukken. Dus dit is dan de laatste keer ingekomen stukken, want dan komt niet volgende week, de week daarna, de begrotingsbehandeling. Ingekomen stukken zijn 1 uur, dus ik verzoek u daarmee rekening te houden. Ik heb 21 mensen, ja. Lid Bink. Voorzitter. Naar aanleiding van ingekomen stuk 19381, een presidentieel besluit waarin staat, is opgenomen dat er een instelling van de presidentiële werkgroep is, begeleiding, uitvoering, prioritaire delen van hoofdbeleidsgebieden. Voorzitter, mijn vraag is, wil dit zeggen dat de ministers hun werk niet naar behoren gedaan hebben of zijn ze al naar huis gestuurd? Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van ingekomen stuk 412-19 betreft het incident op de Marowijnenrivier waar eigenlijk motoren en dergelijke van goudzoekers zijn, in brand zijn gestoken door de Franse voorzitter. Voorzitter, ik wil de regering vragen om uiteindelijk ons goudsector helemaal te gaan ordenen. Als dat niet gebeurt, gaan we dit soort gevallen blijven krijgen. Voorzitter, Suriname wordt geëvalueerd door het Caribbean Financial Action Task Force. De evaluatie houdt in welke mate Suriname zich heeft gehouden aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force in zaken witwassen van gelden en terrorisme. Binnen de samenleving zijn er grote zorgen naar aanleiding van de inbeslagneming van die 90 miljoen. Maar ook alles wat er gebeurt in de bankwereld. Mensen kunnen hun geld niet krijgen, beperkte dollaropname, etc. Mijn vraag aan de regering is, kan het parlement op korte termijn hierover geïnformeerd worden? We willen de regering, los van het reguleren van de goudsector, dat is 1... Maar ook dat het duidelijk is wat de grens is tussen Suriname en Frans-Guyana. Waarom, voorzitter? Voorzitter, die mensen die daar wonen, zijn niet gisteren daar gaan wonen. Het beledigen en bedreigen van volksvertegenwoordigers is ook besproken in het hoogste orgaan van staat. Verder is gevraagd wanneer de spoedvergadering over het monetair beleid wordt uitgeschreven. Voorzitter, hier in uw geacht college is er een wet behandeld. Het gaat over samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Frankrijk. Voorzitter, er zijn afspraken gemaakt door deze twee landen waar de Fransen zich niet hebben gehouden aan deze afspraak. Er is wederom vernielingen aangebracht, voorzitter, door de Fransen op Surinaams grondgebied. Voorzitter, voor zover ik weet is daar geen Frans grondgebied. Dit incident heeft plaatsgevonden in het kamp van Adosiang, ook Karkon genoemd, voorzitter. De Fransen maken het te bond, vind ik. Voorzitter, die man woont al jaren daar
En die machines zijn daar gezet om vervolgens te transporteren in de Mamajuka Creek. Mijn vraag via u aan de regering is, wie gaat die man vergoeden om zijn machines weer te kopen? Voorzitter, ik begrijp best wel dat elk beroep, of je nou dokter bent, politieagent of politicus, een bepaald beroepsrisico met zich heeft. Maar bij het exerceren van het beroep moeten natuurlijk de omstandigheden dermate goed zijn dat u uw werk goed kunt doen. We zien een bepaalde trend dat politici, DNA-leden bedreigd worden, beroofd worden, et cetera, et cetera. Het lijkt alsof criminaliteit een bepaalde dimensie begint te krijgen die we niet graag willen hebben, voorzitter. Wat ik wil aangeven is dat op het stuk van veiligheid en beveiliging van politici aandacht gegeven moet worden, omdat het niet zo mag zijn dat vanwege jouw politicus zijn jij op die manier bejegend wordt en dat jij werk niet goed kunt doen. Dus een bijzondere aandacht voor u en het college en de regering hierover. Verder, voorzitter, stuk 1983 hebben leden van uw parlement gevraagd naar een spoedvergadering met betrekking of om te praten over het monetair beleid. Ja? We zouden graag willen weten wanneer die vergadering wordt uitgeschreven. Met betrekking tot het stuk 19381, waarbij er is geïnformeerd naar het parlement dat er een presidentiële werkgroep is ingesteld voor begeleiding en uitvoering van bepaalde werkzaamheden, zie ik in een van de taken dat ook de medische sector en met name de basiszorg meegenomen zal worden. Als we kijken naar de recente ontwikkelingen, dan merken we dat er heel veel problemen zijn met betrekking tot de gezondheidszorg en wat er allemaal gebeurt met betrekking tot de basiszorg. Ik heb meerdere malen hier aangegeven dat we dat stukje heel goed moesten bespreken. Ik denk het totaal parlement. En vanaf 2015 zitten we met dat vraagstuk. Ik wil van hieruit vragen aan de regering om ons duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot dat stuk van onze gezondheidszorg. De vorige keer bij ingekomen stukken, stuk nummer 1967, ministerie van NH, vragen gesteld omtrent de straatverlichting. We hebben het in Marowene, hoe staat daarmee? Ik heb geen antwoord daarop gehad. Ik wil graag antwoord daarop hebben vandaag. En ook dat van die zonnepanelen. Ik had een lijst gevraagd van de 133 dorpen die in aanmerking gaan komen voor de zonnepanelen. Mogen we dan de namen van de dorpen hebben? Want het is toch goed om te weten welke dorpen in aanmerking komen. Voorzitter, we hebben wetten in het land. We hebben een grondwet die de verantwoordelijkheden aangeeft van de president, van de regering, de ministers. We hebben een wet op de taakstelling van de ministers. De ministers zijn gebonden aan een taakstelling. Taakomschrijving van de departementen, taak van de minister, voorzitter. En in strijd met deze wetten neemt de president bij een presidentieel besluit, geen wet, presidentieel besluit om die verantwoordelijkheden die aan andere autoriteiten bij wet zijn toegewezen, om dat toe te bedelen aan een werkgroep, voorzitter. Dat is in strijd met wet. Parlementariërs hebben aan de regering gevraagd hoe de monetaire unit past binnen de bankwet. Ook willen assembleeleden duidelijkheid over de opname van vreemde valuta bij banken en waarom de gezamenlijke patrouille bij de grens tussen Suriname en Frans-Guyana is opgeschort. Naar aanleiding van ingekomen stuk 1934, waarin de president ons mededeling doet van de verhoudingen binnen de Centrale Bank van Suriname. Ik denk dat we allemaal blij zijn dat er zo snel als mogelijk voorzien is in de positie van governor van de bank. En in de bewuste brief heeft de president een aantal zaken opgezond die geëxerceerd moeten worden bij de Centrale Bank in het kader van hervorming. En een van de zaken die in het oog springt is het instellen van een soort monetaire unit binnen de Centrale Bank van Suriname. En deze unit zal zich belasten met het doen van aanbevelingen ten aanzien van de macro-economische en de monetaire politiek, voorzitter. En de vraag is natuurlijk, hoe past deze monetaire unit in het geheel van de bankwet? En aan wie zal zo'n monetaire unit eigenlijk aanbevelingen doen? In de lijn van 1912, voorzitter, begrijp ik niet waarom er nu die samenwerking wordt opgeschort, althans die gezamenlijke patrouille wordt opgeschort. Terwijl wij hier hebben gezegd, die wet is niet goed, dat gaat gebeuren. Ondernemers zullen hun ondernemingen verliezen. En die wet wordt hier goedgekeurd en wij van de ABOP hebben fel geprotesteerd. En wat gebeurt nu, voorzitter?
die samenwerking wordt opgeschort, althans die gezamenlijke portrieën, maar die wet blijft stand houden. Met andere woorden, de Fransen zullen alleen de patrouilles uitvoeren. En die ondernemers zullen hun zaken verliezen daar. Wie moet opdraaien voor de kosten? We volgen al weken de zaken met betrekking tot 1942, namelijk de Marowijnrivier. En wij moeten niet denken dat Suriname alleen betaalt uit dat deel. Frappant is het, wat Amelio heeft ook gezegd, dat Suriname dan zo met centimeters kleiner gaat worden. En terecht ook, want overal heb ik gemerkt bij alle vier grenzen dat er zaken zich voltrekken waar wij paal en perk gaan moeten stellen. Zelfs de natuur vanuit het noorden, de Brazilianen in het zuiden, de Guyanese roven onze vissen daar op de quarantaine. Wat blijft straks over van ons, voorzitter? Naar aanleiding van stuk 19412, informatie inzake incident Marowijnrivier. Er is aangegeven dat het incident heeft plaatsgevonden op Surinaams grondgebied. Hoe lukt het dan toch? Of hoe kan men zich misschien vergissen dat het geen gebied is van Suriname? Er zijn bezittingen vernietigd, lid Nading heeft dat al aangehaald. Hoe zullen de bewoners vergoed worden? Wat zal er dan gedaan worden om deze incidenten te voorkomen? Over stuk 381, voorzitter, over de aanstelling van een presidentiële werkgroep ter ondersteuning van beleidsgebieden binnen het regeerbeleid. Voorzitter, ik vraag duidelijkheid. Omdat duidelijkheid, niet omdat ik het niet begreep, voorzitter, maar duidelijkheid dat het voor anderen ook duidelijk is. Maar er wordt hier gesmeten dat de werkgroep buiten wet en regels zou zijn. Voorzitter, we zien artikel 122 van de grondwet. Daar zijn duidelijk taken van de ministers aangegeven en die staan, voorzitter, lijnrecht tegenover wat is opgenomen in het besluit. Integendeel, de begeleiding dat we ondersteunen uit het besluit, in het besluit, is duidelijk ter ondersteuning van, voorzitter. Dus die broeia die er wordt gecreëerd, zou voor tot dan, voorzitter, zomaar een broeia zijn. Laten de mensen rustig hun werk doen. Naar aanleiding van de brief van de president over de Centrale Bank, 430, voorzitter, hebben gemerkt dat het niet leidt tot geruststelling in de financiële sector, voorzitter. We merken dat er toch duidelijkheid vanuit de regering moet komen, zeker wat betreft de contantenopnames van mensen voor hun vreemde valuta. Dat mensen die beschikken over vreemde valuta, dat ze ook niet over hun geld kunnen beschikken, over hun eigen geld kunnen beschikken. Voorzitter, ik denk dat er onmiddellijk duidelijkheid daaromtrent moet gegeven moet worden, voorzitter. Voorzitter, het is wel zo dat deze taxforces, werkgroepen, hoe ze ook heten, niet de plaats van de ministers kunnen innemen. En dat halen we niet uit het schrijven die we hebben gehad. Dus wat ons betreft, voorzitter, is er geen vuiltje aan de lucht. Ten aanzien van 19412 incident Marowijnen, laat me zeggen, voorzitter, dat ik blij ben dat er een hele scherpe protestnota vanuit Suriname is gegaan naar Frankrijk, waarbij er een passage is waar Suriname de handelingen categoriseert als te zijn hostile actions towards Suriname and its citizens. Suriname heeft de acties als vijandig gecategoriseerd, voorzitter. En ik denk dat dat een hele sterke gebaar is, voorzitter, omdat wanneer we on speaking terms zijn met Frankrijk, dan is het inderdaad afkeurenswaardig dat Frankrijk als buur op deze manier omgaat. Voorzitter, naar aanleiding van stuk nummer 9, nummer 1967, minister NH en VEBS over straatverlichting, wil ik ook de regering vragen voor de dorpen in het district Brokopondo, namelijk Boslanti, Company Creek, Ballingsula, Drepada, Nieuw Lombe en Nieuw Koffiekamp. Voorzitter, inderdaad, naar aanleiding van 19381, de begeleidingscommissie, om dat zo te noemen, van de president. Daar vraag ik me toch wel af, als wij na 9 jaar tot de ontdekking komen dat zaken niet goed gecoördineerd worden en dat er nu moet worden ingegrepen. Ik denk dat dit echt wel een situatie is waarbij je
veel te laat ingrijpt. Als we kijken ook naar de beleidsgebieden met betrekking tot de agrarische sector en dergelijke, hebben we gezien dat we zelfs in 2016 hebben gevraagd over de haalbaarheid van een aantal zaken die de regering in het kader van het herstelprogramma had gepresenteerd en de voorzieningen die niet getroffen zouden worden. Op dit moment merken we dat er bitter weinig is gebeurd. Na de vragen van de DNA-leden zijn de ministers Regilio Dotson, Ildis Polak-Bigli en Lekram Sojan aan het woord gekomen. De vragen over marowijnen en brokopondo, met name de kwestie loka-loka of via olo. De machines zijn nu aan het wikkelen en als het goed is moet eind volgende week de situatie genormaliseerd zijn in dat gebied. De straatverlichtingen die zijn in kaart gebracht, wat er is gevraagd. Ik heb ook geprobeerd de andere vragen die gesteld waren schriftelijk te beantwoorden naar u toe. Mevrouw de voorzitter, er is ook een vraag of een opmerking gemaakt over het beletten van instituten om samples te nemen. En er is ook vanuit een bepaalde partij ophef gemaakt over het feit dat drinkwater onveilig is. Mevrouw de voorzitter, ik kan als volgt antwoorden. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft, zoals door de president is uitgezet, uitvoering gegeven aan het feit dat wij hier in ons land Suriname, op ons grondgebied, geen discrepantie willen hebben tussen stad en waar dan ook. Overal in Suriname moeten we dezelfde kwaliteit drinkwater hebben. Er zijn regels, mevrouw de voorzitter, voor het nemen van samples, voor het monitoren, voor het controleren van instituten. Maar het kan nimmer zo zijn dat die regels, dat die protocollen vertrapt worden door die instituten. Ik wil, voordat ik eigenlijk een clustering van vragen antwoord, beantwoord in deze fase, als eerst stellen dat het in ons aller belang is dat onze grenzen geregeld zijn en daar ook over duidelijkheid bestaat. We hebben hier in het parlement gestaan nadat er twee incidenten hebben plaatsgevonden vorig jaar, waarbij de regering ook direct aan de bel heeft getrokken en aan heeft gegeven dat we met de Fransen over moeten gaan praten om verduidelijking te krijgen. Diplomatieke, technische, politieke demarches zijn ondernomen, mevrouw de voorzitter. En die zijn gaande. Ze zijn nog niet gestopt. U wilt zich ook herinneren dat de regering een hele hoge delegatie heeft afgevaardigd naar het gebied. Toen ook leden van uw college hebben meegedaan aan de oriëntatie op locatie. Om te weten wat er precies speelt. Ik wil aangeven dat nadat wij aan tafel hebben gezeten, wij in ieder geval een aantal zaken duidelijk hebben kunnen stellen, waarvan één is dat de grenslijn, de bepaling van eilanden, zeker niet de unilaterale vaststelling kan zijn. Dat wetende, dat spelende, is tussen de eenheden die patrouilleren, en in dit geval gaat het om het Surinaams leger met de Franse gendarmerie, afgestemd dat er van elke vorm van agressie zal worden afgeweken in de periode van onderhandeling. Natuurlijk kan ik me het voorstellen dat wanneer we een derde incident horen, terwijl we aan het onderhandelen zijn, dat voor onrust zal zorgen. Wij hebben, zoals u ook hier in het college de documentatie aan de hand van de president hebt ontvangen, een protest aangetekend bij de Fransen en wij hebben daarop volgend onderhandelingen, in ieder geval gesprekken gevoerd. Ik moet u aangeven dat in eerste instantie bij informatieuitwisseling over de locatie van het voorval wij in ieder geval niet moeten, ons moeten begeven op het punt van of het vlak van Surinaams of Frans, omdat we aan het praten zijn om dat samen vast te stellen.
Wat wel vastgesteld moet worden, mevrouw de voorzitter, is dat degene die in dit geval, waar we recentelijk over, allemaal over in kennis zijn gesteld, er sprake is geweest van niet-Surinamers die in contact waren met de Fransen. Volgens de Fransen hebben zij documentatie in beslag genomen van Brazilianen. Dus het ging in dit geval niet om Surinamers. In tweede instantie is het goed aan te geven dat het gebaat is bij ons allen dat wij met onze buur, en ik heb het ook in het parlement gehoord vandaag, de generaties van mensen die aan weerszijden van de grens wonen, het niet iets is waar wij lichtelijk over kunnen heen gaan. Ik weet ook dat in uw college is gesproken over liever een goede buur dan een verre vriend. Dus het is van belang dat wij in alle rust met de Fransen komen tot een vaststelling van de juiste vaststelling van onze grenzen. In ieder geval de grenslijn en de verdeling van de tabikis, de eilanden. Met betrekking tot de trawlers, ik heb hier een aantal keren al aangegeven de stand. Er is een update die ik u kan voorhouden. Het is ook namelijk zo, wat ik wilde aanhalen, is dat mijn intentie was tijdens begrotingsbehandelingen diepgaander in te gaan op de situatie. Maar natuurlijk is dat verschoven, dus is het misschien goed dat ik u een update geef. Het is gestart na het schrijven van ROS NV op 2 november, waarbij ze toestemming hebben gevraagd om in onze wateren te komen, naar aanleiding van toestemmingen die ze hebben gehad voor 6 vistrawlers. Ze hebben op 16 november toestemming gehad van het ministerie van LVV om binnen te varen en een schrijven naar Maritieme Autoriteit Suriname natuurlijk, dat ze mogen binnenvaren voor inspectie. Want er was ook een schrijven waarbij het bedrijf vraagt om toestemming om naar MAS te gaan voor keuring en registratie. De toestemming om in onze wateren te komen is gegeven. De boten zijn geïnspecteerd eind november, begin december en midden december in 3 termijnen. Het gaat om 6 trawlers. Begin januari, 3 januari om exact te zijn, hebben ze een schrijven ontvangen dat de boten niet voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan vistrawlers. Ze hebben een schrijven gericht daarna naar het ministerie om ontvangen te worden via hun advocaten. Ik heb het bedrijf, de vertegenwoordigers en, van het bedrijf en hun advocaten ontvangen. Ik heb hun voorgehouden natuurlijk wat de regelgeving zegt. Zij hebben hun interpretatie aangegeven. Ze zouden nog natrekken welke de vervolgstappen zullen zijn. Maar wat mij betreft en wat het ministerie betreft is het overduidelijk dat de boten en de vistrawlers of de trawlers die binnen zijn gekomen niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de beschikking. Wij zijn aan het eind gekomen van het journaal van de Nationale Assemblée. Aan u is een samenvatting gepresenteerd van de openbare vergadering van donderdag 7 maart 2019, waarin de behandeling van de ingekomen stukken heeft plaatsgevonden. Als u deze samenvatting en openbare vergadering nog eens wil bekijken, bezoekt u onze website op www.dna.sr via onze YouTube-link. Verder kunt u ons ook volgen via kanaal 8.4. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.